Hoi. Zo. Kikkertje. Hoe? Hoi. Kikkertje. Hey, wij zaten in de mood om een video op te gaan nemen voor jullie. En we hadden echt zoiets van, oké, nou wat gaan we doen? Ja. En we gaan het eten prepareren voor Ryan, die zit lekker achter. En we hadden zoiets van, we gaan de aardappeltjes schillen. Eigenlijk zodat hij zo meteen lekker kan koken, want zoals jullie weten is hij de kok van het stel. Ja, fantastisch. Hebben wij wel geluk mee, hè? Maar dit is zeg maar hetgeen wat helemaal niet leuk is. Toen dachten wij, weet je wat, we gaan multitasken. Ja. We gaan filmen en schillen. Schillen tegelijkertijd. En eigenlijk een beetje geïnspireerd op de mukbang video's, want we hebben er een paar gekeken. Ja. En dat is best wel grappig om te zien, want dan zie je eigenlijk gewoon dat mensen eten hebben besteld. Dus bijvoorbeeld sushi of iets anders. En dan gaan ze het eten en dan gaan ze eigenlijk gewoon kletsen. En dan... Over de sojasaus en over wat je besteld hebt. Ja. Over de kleuren en of het lekker is. Ja, en eigenlijk is het zo vermakelijk om daarnaar te kijken. Dat wij zoiets hadden van, nou, misschien is aardappeltjes schillen en kletsen ook wel leuk. Wij doen het gewoon ook tijdens het eten. Ja, eten prepareren. Dus we gaan vandaag eten. Ik denk dat Ryan iets van een lekker pureetje gaat maken met vegetarische spekjes. Oeh, dat gaat alweer mis. Glibberig. En met van alles en nog wat er doorheen volgens mij. Ja. Wij hebben vegetarische schnitzeltjes. En we iets met spinazie gaat hij doen. Oh, dus hij gaat de spinazie waarschijnlijk door de puree doen. Dat is hij van plan. Oh ja? Ja, dat is hij van plan. Nou, wat hij ook doet, het is zeg maar altijd is lekker. En het heeft smaak. Eerste twee zitten erin. Het is een feit. Schat, we gaan er zo draaien. En weet je, wij hebben eigenlijk geen idee of zoiets leuk is om naar te kijken. Maar wat we wel weten is dat mensen ons graag vaak samen willen zien. Ja, klopt. Als we together zijn, dan ja, is het toch altijd weer gezellig. Ja, we lezen dan ook altijd zo leuk om jou en Fredje weer te zien. Oeh. Dus dit is ook weer een uncut video. We gaan hier niet in knippen, plakken en bewerken. Helemaal niet. Het is gewoon what you see, rauw. It's what you get. It's just who we are. Rauw, ja? Het is gewoon rauw. Oeh. Piep. Deze aardappeltjes zijn klein. Oké, Fred, vertel anders even aan de kijkers de story about de kleine aardappeltjes. Doe maar even. Nou ja, weet je wat het is? We doen alles natuurlijk samen. Dus ik koop dan een keer aardappeltjes. En dan koop ik aardappeltjes. En dan heb je zeg maar 20 zakken aardappels. Waarvan je dan niet weet wat. En voor alles moet je dan weer bellen. En op een gegeven moment dacht ik, nee Fred, ik kan dit zelf. Dus ik neem gewoon een goed pak aardappels mee. Kom ik thuis. Nou, zeg maar dit is echt de grootste die erin zit. De rest is echt een beetje, zoals dit. Ah, oh, piepklein. Nou, dus het was een beetje een ding van, weet je wat, je gaat ze lekker zelf beschillen. Ryan zegt, Fred! Wat? Heb je nou serieus deze aardappels gekocht? Ja, Fred zegt, hoezo? Zijn ze niet goed? Nooit over nagedacht dat het gewoon heel irritant scheelt. Dus het enige is, ze zijn hartstikke goed. En het enige is inderdaad, het is heel irritant met schillen. Dus je kan beter gewoon grote aardappels kopen en die in stukken snijden. En dan gewoon lekker zo doen. Maar goed, ik doe het samen tijdens het filmen. Dus het is super leuk. Maar het is wel lastig, want hij is al twee keer uit mijn handen gevlogen. Ja, maar jij kan dit ook gewoon niet. Ja, weet je wat? Meteen de grote moeten we ook nog een keer door midden doen. Ja, sowieso. Maar, dit doet me denken aan echt toen we net begonnen met filmen. Nee, toen we net begonnen met filmen. Oh ja? Dit was zo met z'n tweetjes gewoon zitten kletsen voor camera. Leuk was dat, hè? Goeie oude tijd. Hoe lang is het terug? Bijna drie. Ja, 2014. Het was 2014. Grappig, hè? Toen ben ik begonnen met mijn iPhone, weet je nog? Zetten we die nou iPhone ja, het in? Heeft wel zeker zijn dingen gezet. Ik liep terug, laatst, dat heb ik jou ook nog niet eens verteld. Liep ik centraal station uit en er liep gewoon zo'n groep meiden die liep van mij gewoon voorbij. Maar echt gewoon dit. Kijk maar, hoi Fred. En ze liepen gewoon weer verder. Ik echt zo. Ja. Maar zo leuk. Ja. Alleen dat verwacht je gewoon niet. Van mijn haar vast. Ik vond het zo grappig om het om te merken. Dus het heeft jouw video's hebben zo'n enorm bereik, joh. Leuk zo dat, hè. Maar wat ik vooral heel leuk vind is dat mensen dan, als jij dan weer in een vlogje bent, dat ze dan zeggen, oh zo leuk, je bent weer met Fred. We zijn te samen. Met Fred. At the end of the day, it's just you and me. Hier, weer zo'n kleintje, wat is dit? Oké, hoe is het haar? Klein staartje. Als een paardenstaart. I love it. Love it. Wolf, dat vinden wij stiekem een beetje lelijk. Fred, we mogen best eerlijk in zijn. Stiekem. We houden wel van dat je, als je het lekker vindt of iets moois, dan zeg je, oh, ja. I love it. Waar kun jij maar niet tegen? It. Wat voor spreekwoordjes kun je niet tegen? Wat vind jij irritant wat mensen, wat nou, mensen kunnen lof, zeggen? Nou, je dat je het uitspreekt als L-O-F. Ja, love is het it. Niet. Zeg dan gewoon, love, I love it. Love. Oh, I love it. Lof. Weet je hoe het klinkt? Een beetje boer. Love it. Snap je wat ik bedoel? Gewoon een beetje plat. Nou, love it, hé. Hey. Gewoon een beetje van plat. Nou, vind ik mooi. Nou, vind ik mooi, hè. Nou, vind ik mooi. Hé. Nou, Martijn, veel meer. Zo,
Nee, wat vind ik nog meer vervelend als ik iets hoor? Oké, nee, wacht. Ik zat laatst in de auto. Ja. Schat, ik reed door Hartje Amsterdam. En toen dacht ik nog, als ik ooit een video ga opnemen of iemand vraagt me, welke dingen vind jij het irritantst? Oh ja. Ik heb twee dingen gevonden waar ik me de afgelopen week zo aan heb geïrriteerd. En? Zo heftig dat ik dacht, dit moet ik uitspreken naar de buitenwereld. En? Ik ben benieuwd of sommigen van jullie dit ook hebben. Maar bloedje word ik ervan. Ik ben heel bloedje chagrijnig. Maar je zat dus in de auto. Dus er is iets, één, het heeft iets met het verkeer te maken. Ja, één ding. Eentje heeft me met het verkeer te maken. En een ander ding heeft met technologie te maken. Dat ga ik je zo vertellen. Dames en heren, welkom bij deze speciale aflevering. De twee meest vervelende punten van Laura Pontecorvo. Nummer 1. In het dagelijks leven. Hè. Er zijn natuurlijk ergere dingen in het leven, maar je weet wat ik bedoel. Gewoon waar ik me echt aan in heb geïrriteerd de afgelopen periode. Nee. Let op. Komt ie. Je wordt het, je voelt het nu al. Ik vind het heel mooi en goed dat mensen lekker sportief zijn. Ja, dus lekker op de fiets door Amsterdam, van locatie naar locatie, van afspraak naar afspraak. Vind ik heel goed. Ja, petje af, stimuleer. Ik I love it, love it. Love it. Love it. Ja. Want toen ik serieus Hartje Amsterdam woonde, op een gegeven moment had ik wel een scootertje, maar er waren ook echt jaren dat ik altijd op de fiets ging. En ik kreeg serieus gespierde bovenbenen en billen ervan. Ja. Want fietsen is gewoon goed voor je, dus blijf dat vooral doen. Maar, als jij dan besluit te fietsen door Amsterdam, een drukke stad waar veel gebeurt, denk aan trams, scooters, auto's, moedertjes met verkeer. Veel verkeer, gebeurt gewoon veel. Kinderwagens, er gebeurt heel veel in Amsterdam. Ja. Alle wegen zijn afgezet afgelopen week, echt bloedje ook, maar prima. Bloedje betekent heel vervelend. Is gewoon irritant, bloedje irritant. Wat gebeurt bij 9 van de 10 fietsers in Amsterdam? Die hebben allemaal oortjes in. En luisteren muziek. Oh, ja, dat dacht ik al. Wat ook waarschijnlijk heel lekker is, dan ben je aan het fietsen, lekker muziek aan het luisteren. Maar het is levensgevaarlijk voor je. Ja. Fietsers met muziek in hun oren horen jou niet aankomen. Dus op de scooter had ik daar wel eens vaak last van. Nu met de auto heb ik ook last van. Ze horen je niet aankomen. Ze zijn ook alleen maar in een soort van tunnelvisie. Daar moet ik heen en daar fiets ik naartoe. Ze letten totaal niet op het verkeer. Ze zijn gefocust op de muziek. Waar het eigenlijk om gaat in Amsterdam dus, is je hebt gewoon heel veel straatjes waar gewoon heel veel gebeurt. Dus als fietser met oortjes in, er staat daar iemand stil gewoon omdat er een vrouwtje half op de stoep staat. Moet die fietser er omheen toch? En als je al snel fietst, dan denk je, oké, ik ga er gewoon omheen, maar je hebt geen spiegels. Dus als er net een scooter is, die dat vrouwtje niet heeft gezien, en die denkt, ik haal die fiets erin, dan doe je normaal tuut of je hoort die scooter aankomen, er is niks aan de hand. Doe je altijd. Maar nu die uitwijken, moeten heel vaak scooters kaart op de rem of een auto die moet uitwijken. En dat kan vaak niet in Amsterdam. En levensgevaarlijk. Ja. Dus ik zou echt gewoon zeggen, doe lekker muziek onder de douche en hey, momentjes thuis en als je moet wachten ergens. Maar als je aan het fietsen bent, doe dat, of eentje inderdaad, dat je in ieder geval hoort, er komt nu een auto aan of er komt nu wat ik. Zie niet 1, 2, 3 dat jij muziek aan het luisteren bent. Dus ik kom gewoon aangereden. Ja, en dan zie ik bijvoorbeeld dat jij dan moet stoppen. Dat heb je ook vaak. Dan heeft de fietser moet voorrang verlenen. Ja. Verlenen, zeg je dat? Ja, ja toch? En dan. Even dubbelcheck voordat ik weer iets doms zeg op internet. En ik ga weer verder. Heb je wel een handje van ja? Dus dat vind ik heel, heel, heel vervelend. Ik vind het gewoon levensgevaarlijk. Dus dat vind ik gewoon jammer. En. Tweede ding, wat mij afgelopen week ook super vaak is overkomen. Fred, je doet het echt, sorry dat ik het zeg, maar Ryan wordt hier boos om. Als jij die dingetjes daarop laat zitten. Is goed, alles moet eraf. Batterij. Nee, ik heb nog een extra batterij. Ja, top. Deze batterij is leeg, dus als hij zo uitvalt, hebben we gewoon een extra. We zijn voorbereid. Dan wordt er dus in geknipt, een seconde. Ja, dan knippen we 1 seconde inderdaad. Maar, tweede ding waar ik dames en heren, mij afgelopen punt week twee gruwelijk aan heb geïrriteerd. Is. Ik doe altijd, als ik aan het WhatsAppen ben, doe ik in plaats van typen, voice memo's sturen. Oh my voice appjes, dat doe je met je duim op dat microfoontje. En als ik dan tegen Fred moet zeggen, oké, Fred, ik kom je zo en zo en zo laat ophalen. Neem dit en dit en dit mee, want we moeten daar en daarheen. Dus ik moet veel vertellen. Dan doe ik dat in 1 voice appje. Hoort hij hem? Hoort hij meteen what je reageert, en hoe en WhatsApp? Ja. Dan als ik dat allemaal had moeten typen, dan was ik 10 minuten bezig. En wat gebeurt er dus? Op het moment. Maar het is zo vaak gebeurd afgelopen week. Zeker 6 keer. Tjoep! Tijkeltje. Bloep! Dus je hebt een voice memo van 5 minuten ingesproken. Daar ben je heel goed in. Ja, heel zeer. Monologen. Ja. 5 minuten. Op het moment dat je mijn duim loslaat, hoort hij hem te verzenden. Wat doet hij? Hij gaat in het prullenbakje en je hele voice memo is weg. Ja. Vreemd, maar dat is...
dat is nu sinds ik die update heb gedaan, vet vaak. Wat? Er moeten meer aardappelen. Heeft er helemaal een handje van. Nou ja, kijk. Dit zijn ongeveer voor jou, toch, denk ik? Of wil je meer dan dit? Nee, we moeten meer. En dit is... Dus nee, we moeten meer. Ga puree maken. Oké. Okay. We need more. Dus, ik weet niet of er nu iemand naar mij kijkt. En ook altijd voiceberichtjes stuurt. Op het moment dat je hem loslaat en je wist hem. Nou, dat is zo... Het is gewoon irritant, want dan moet je hem nog een keer inspreken. En wat mij zelfs is overkomen afgelopen week, is dat ik hem dan nog een keer deed. En je kan nooit precies dezelfde voice mee moest sturen, maar dan een soort gelijke. Toen liet ik hem los, wist ik hem weer. Toen dacht ik, oké, 3 keer een scheepsrecht. Ik ga het nog een keer doen. En toen wist ik hem weer. Toen was ik helemaal klaar mee. Toen belde ik die persoon en ik zei, schat, sorry. Ik ga het je nu vertellen over de telefoon, want ik heb al 3 voicemails. Hinderlijk, vriend. Hinderlijk. Okay, dit zijn aardappelen, dames en heren. Dit zijn aardappelen. Dit zijn ze. Wel een beetje doorgedingest. Doorgefakt. Stel op iemandje. Dus dat waren mijn 2 ergernispunten van afgelopen week. En die van jou? En die van mij. Wat zijn mijn ergernispuntjes van de week? We gaan nog 5 minuten kletsen. Dan hebben we in totaal een video van 1 kwartier voor jullie. Oh mijn god. Willen jullie dit langer en vaker? Let us know. Wat snel alweer. Gaat met jou. Irritante puntjes. Moet ik even goed nadenken. Ik ben hier niet op voorbereid. Jij was hier op voorbereid. Nee, ik was hier echt totaal niet. Oh ja. Nou, dat je toevallig afgelopen week hebt nagedacht. Afgelopen week dacht ik echt, ik moet het delen. Ja, er zijn heel veel van die momentjes. En jij zegt dat ook, het kan alleen maar weer jou overkomen. Maar wat is dat dan? Fred, mist altijd. De trein. De trein. Altijd? Altijd! Ik denk serieus, 5 keer per week standaard. Ja. Maar dan niet dat ik hem ruim heb gemist, dus ik wacht, of ik ben te vroeg, dus ik kan net zo goed op de volgende wachten. Echt 20, 30 seconden. Voor mijn neus. Als ik aan kom rijden. Of. Nou, het is echt, dames en heren, het is een ziekte. Weet je hoe vaak ik een app krijg van Fred? Nou, Lau, het is weer zover. Trein weg. Trein voor mijn neus weg. Wil jij even je eigen bak pakken, alsjeblieft? Oh. Hey. Gewoon die inderdaad. Dus maar goed, het is eigenlijk niet zozeer dat ik me daarin irriteer van een ander. Het is gewoon mijn eigen puntje. Ja, je moet gewoon eerder weg van. Maar het OV vertrekt gewoon op tijd. Plannen, ja. Ja. Maar het OV vertrekt ook soms wel eens 1 minuut te vroeg. Die is ook zuur. Ja, heb ik ook. Ja. Die heb ik ook wel eens gehad. Toen ik nog OV. Klopt. Dat heb jij echt 4 jaar gedaan voor je leven of zo. Nee, man, mijn hele studietijd. Ja, van Groningen. Jaar. Nee, daarvoor heb ik ook nog 2 jaar MBO gedaan. Ah oh, ja, true. True. Ja, 6 jaar. Ik heb echt al zo lang als ik leef, volgens mij. De middelbare school die zat namelijk in Leeuwarden en woonde in Veenhoorn. Veenhoorn. Ze altijd met de taxi reed kan de grun. Met of de taxi, ja? Met de trein? Nee, met zo'n taxibusje. Oh ja. Zo'n taxi die je er kwam halen. Verwend eigenlijk, als ik het zo zeg. Je bent strontverwend. Strontverwend. Irritant puntje. Nou, dat is 1. Ja, nou. Maar dat ligt ook meer aan mezelf dan aan de ander. Want ik irriteer mij nooit zo snel aan een ander, merk ik. Dat merk ik ook met auto. Je irriteer je nooit aan mij. Nee. Echt serieus, nooit. Ik heb nog nooit dat ik dan denk, Jezus Lau, doe eens even normaal. Echt nog nooit gehad. Maar wat ik zeg, ik ben daar heel makkelijk in. Jij bent zo makkelijk. Ja, een ander puntje wat ik wel heel irritant vind is dat ik nu glutenvrij ben, dames en heren. Ja, dat is, ik hoor jou daar wel heel veel over klagen de hele tijd. Omdat dat gewoon, ik vind dit niet leuk om met eten bezig te zijn en om het te koken. Dus ik wil gewoon lekker broodjes halen, een salade halen en dit halen, zus halen. En ik kan nu heel veel niet meer eten. Dus dat vind ik echt heel irritant, merk ik. Dat ik echt hier loop en iemand die biedt mij wat aan of een lekker broodje of een lekker ditje. En ik moet de hele tijd zeggen, nee, sorry, mag ik niet. Ja, en waarom niet? Misschien zijn er mensen super geïnteresseerd. Ik heb echt al jarenlang toch echt last van mijn maag, mijn darmen, mijn buik, gewoon krampen, ontlasting, naar het toilet gaan, noem maar op, enzovoort. Ontzwijten, lekker smakelijk. Ja, ja, maar het is wel hoe het is. Sorry, ja. Dames en heren. Maar Fred zit aan de scheidraai. Heerlijk, ja, schat. Echt, even serieus. Maar goed, het is er dus nu uit. Het is echt een glutenintolerantie. Dus dat is de reden, ja. Eet het gewoon niet meer. Het is gewoon... Dat moet er dus uit. Ja, dat moet... Sorry met dit. Jezus, het is irritant. Nee, ik ben niet irritant. Ik ken dit van mijn fans. Oh, oké. Maak ik kapot? Breek gewoon een ding. Geniaal. Ik wil het goed voorbereid hebben voor mijn mannetje. Maar, ja, nou, dat was het. Dus dat inderdaad, dat jij dus nu moet je echt op je eten letten. Ja. En kan hij niet zomaar meer 1, 2, 3 eten wat hij
vroeger normaal wel altijd gewoon zomaar kon eten. Ja, dus even dit of even dat. Vind ik jammer. Zoals wij hebben net die vegetarische schnitzeltjes gehaald. En dan kijkt hij achterop, zegt hij, Lau, ik mag dit dus niet. Want er zit dan weer tarwe. Het is weer gepaneerd met tarwe onder andere. Lekker, maar is gewoon niet goed voor me. Nee. Dus, dat is wel, dat is irritant. Dat is irritant voor jou. Klopt. Leuk, we hebben er spontaan even geklaagd voor deze vlog. Wat lekker. Wat heerlijk. We klagen eigenlijk nooit echt. Nee, we klagen nooit echt. We zijn altijd wel grateful. Ja, volgens mij ook. Dus. Maar af en toe is het ook heerlijk om even lekker te zeiken over hetgeen wat op dat moment gewoon jou irriteert. Love hebben it. Jullie nou vragen waarvan jullie denken, oh, daar irriteer ik mij dus altijd aan? Ja. Zet het dan hieronder neer, dan kunnen wij kijken of wij dat misschien ook hebben, maar dat ik dat gewoon vergeet ofzo. Ja joh, weet je hoeveel mensen zich irriteren aan dezelfde dingen? Ik weet zeker dat, dat er meer mensen zijn die denken, ja, dat heb ik ook. Ja, tuurlijk. Ja, dat kan niet anders. Nee, dat is echt zo. Maar misschien... We zijn trouwens nog steeds niet klaar, dus kun je nagaan, wij doen dus 15 minuten over voor 3 personen aardappelschillen. Maar god. Puree. Lau, stel dat jij dus nu zo'n moeder was die gewoon 6 kinderen had. Ja, daarom besluit ik ook nog om eventjes geen moeder te worden hoor. Ik hoef ook nog echt respect voor te worden als je het heel erg vindt. Nee, moederschap is iets moois, maar is echt ook een fulltime job erbij. Nou, dat is het. Het is puur daarom. Het geeft. En wij hebben die 5 minuten die wij per dag over hebben. Dank ik God op mijn knietjes dat ik even kan zitten. Ja. Toch? Ja, zeker. Dus ik denk dat je precies wel zelf aanvoelt. Hé, nu ben ik er klaar voor. En nu nog even niet, zeg maar. Bij de ene is dat super vroeg en de andere is dat gewoon wat later. En dit voelen wij dus nu aan. Ja, en ik ben dan vaak heel veel mensen vragen. Wil je dan niet meer al kinderen hebben? Zeg ik ook serieus, ja, nee. Ik voel dat echt totaal nog niet, om dat te willen, zeg maar. Rammelende ijsstokjes. Ik weet niet wat het is, ik voel het nog niet. Dat is ook niet. En ik denk misschien de aankomende 5 jaar ook misschien nog helemaal niet. Dus, nu je zo bezig bent als dit, is ook helemaal niet handig, joh. Nee, joh. Nee. Maar goed, guys. Dus, we zijn bijna klaar met de aardappels. Inderdaad. Jullie hebben ons misschien nu door middel van dit videootje iets beter leren kennen. Leuk, hè? Dat we dus heel traag zijn in aardappelschillen. Maar ben ik nou niet veel meer aan het woord geweest dan jij? Ach joh, maakt dat nou weer uit. Jij bent toch ook altijd veel meer aan het praten. Jij bent altijd veel meer aan het lullen dan ik. Praat te veel? Jij praat door mij heen. Ik vind het eigenlijk heel vervelend. Alpietje. 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 Beetje te laat denk ik op hey. Maar we gaan het er niet uit, knip. We kunnen het er niet uit. Nee, sorry jongens. Maar goed, we gaan wel weer afsluiten. Het is echt alweer 15 minuten. We hebben echt 15 minuten gehad. Hi. Net zo groot als mijn hoofd. En de aardappels zijn denk ik genoeg voor een lekker pureetje. Absoluutje. Proefje. En dan... Zie ik jullie graag in de volgende video. Laat ons weten. Let us know als jullie dit vaker willen van ons. Dan gaan we dat eens even regelen. Guys, vergeet te abonneren. Ik heb al de hele tijd schaduw in mijn gezicht. Kijk, ik had hier moeten staan. Dan heb ik vol light. En ik ik ben flawless en jij bent bevlekt. Ik ben bevlekt in deze video. Mag ook wel eens. Je ziet er altijd goed uit. Jongens, ik ben de hele video bevlekt. Als je dichtbij bent wel. Als je achteruit bent, veel minder. Kijk maar. Je ziet het wel, maar minder. Kijk maar, we gaan switchen. Flawless. Flawless. En jij ziet er weer grijs. I know. Oh, jij wist het al, jij zag het al, maar jij dacht, ik ga mooi aan die kant. Weet je hoe ik dat heb gezegd? We're back. Hij was even leeg. Dat was hij echt. Hij was echt leeg. Dus nieuwe batterij erin. Maar Fred wist dat dus. En liet mij dus daar staan. Ja. Want kijk nu maar eens naar mijn hoofd. Nu heb ik vol dat licht van die ringlight in mijn pan. Lekker en jij bent nu helemaal grijs. Gri. Lekker voor je, ja? Hoi. Ja, dit is dus Fred. Kleine kattenkop. Dat weten jullie niet. Jullie denken altijd Fred is zo lief. Fred is zo lief. Nee hoor, ik heb ook mijn trucjes. Kattig dat die is, ik heb ook mijn dingetjes. Kattig. Heerlijk. Heelk. Hey lief, vond het leuk. Weer even lekker met je te quality timen. Gezellig. Dat vond ik ook. Gezellig. Toch? Nou, nu hebben we dus iets besproken wat we zomaar kwamen te sprake trouwens, wat we bloedje vonden. Misschien de volgende keer wat we echt, echt het leukst vinden. Of laat in de comments weten waar jullie willen dat wij het over gaan hebben. Alsjeblieft. Dankjewel. Vergeet je niet te abonneren. Sowieso, dat zou heel lief zijn. Ook op Fred's kanaal. Hij heeft ook een YouTube kanaal waar hij af en toe een leuke vlog plaatst van zijn eigen leven. Daar irriteer ik me nu ook heel erg aan, want mijn computer is gecrashed. Ja, bloed. Trek dat niet. Nee. Maar goed, daar wil ik het niet over hebben, maar toch wel. Ja. Dus het heeft vertraging. Sorry guys. Ja, je kan op mijn computer ook wel editen af en toe. Als ik er zelf niet op zit, dan kan jij gewoon, dan pak je maar. Maar die dus. Dus dankjewel voor deze gratis promo. Gratis promo. Lobby. Lobby op duimpjes je bobby. Omhoog. Lobby's op je bobs. Duimpje omhoog. En see you later. See you later. Rauw klets video Fred en Lau. Weet je hoe ik het ga noemen? Nou? Tante Lau en ome Fred. Tante Lau en ome Fred. Nee, ome Fred en tante Lau. Wat klinkt beter? Tante Lau en ome Fred. Tante Lau en ome Fred. Ja,
deel 1 of zo. Ome Fred en Tante Lau klinkt verkeerd om of zo, vind ik. Geen idee, we noemen hem nog helemaal niet zo, maar laat ons in de comments weten wat jullie leuker vinden. Joejoe!